Maandag 11 januari, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. Namens het team wens ik alle nabestaanden van de COVID-19 overledenen heel veel sterkte toe met het verlies van hun dierbaren. Onze gezondheidsautoriteiten schetsen een somber beeld voor de komende 2 weken. Dan zal volgens schattingen de piek van de tweede coronagolf in Suriname zijn bereikt. Meer besmettingen, meer zieken en spijtig genoeg meer COVID-19 doden. Ondertussen is Suriname de grens van 7000 besmettingen gepasseerd. En dit werd duidelijk op de jongste COVID-19 persconferentie zondagavond. En dan meer doden te verwachten. Ja, ik wou dat ik kon zeggen nee, maar ik moet zeggen ja. Want ja, we weten dat een zeker percentage van de mensen die opgenomen wordt, zal overlijden. En dat zijn inderdaad vooral mensen die wat ouder zijn, mensen met comorbiditeiten. Vergis je niet, het zijn soms ook jonge mensen zonder comorbiditeiten. Dus ook als jongere moet je echt proberen om geen COVID te krijgen. Maar ja, het is bijna niet te vermijden dat er in de komende tijd nog meer mensen zullen overlijden. En ik denk dat als we die enorme piek krijgen waar we nu op zitten te wachten in de komende 2 weken, dan zal het aantal overlijdens navenant zijn. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid wil wel als eerste worden gevaccineerd tegen COVID-19. En met dit statement wil hij alle stigma en angst over eventuele bijwerkingen wegnemen. Niemand hoeft te vrezen, want met de ontwikkeling van medicijnen en andere farmaceutische producten gaat heel wat onderzoek gepaard. Het vaccin heeft niet alleen een beschermende werking, maar in de nabije toekomst zal in de hele wereld naar uw COVID-19 immuniteitspaspoort worden gevraagd. Net zoals dat nu gangbaar is voor bijvoorbeeld gele koorts. Wie niet gevaccineerd is, zal dan nog steeds met beperkingen te maken krijgen. Bijvoorbeeld bij het reizen naar het buitenland dus. Ik heb er geen bezwaar tegen om de eerste persoon te zijn om het te nemen. Ik ben zelf arts, ik weet hoe goed en wat het doel is van een vaccin. Ik zal ook bereid zijn het te nemen. Zou het als eerste zijn of als tweede, dat maakt mij niet uit. Feit is, ik weet met het vaccin dat ik een stukje bescherming heb. Maar degene die het niet neemt, die is niet beschermd. En daar gaan we die personen moeten overtuigen van, kijk, ik leef nog. En als ik leef, waarom zou je het niet willen? Maar het geeft me zeker een stukje veilig gevoel wanneer ik wel beschermd ben. Want uiteindelijk gaat de hele wereld met een immuniteitspaspoort moeten rondlopen voor COVID-19. Als je het niet hebt, dan kan je in grote problemen komen. Dus wij gaan niet af op fabels, we werken met de feiten. We kijken naar de werkzaamheid, precies zoals u een paracetamol-tabletje inneemt. Maar niet weet dat het grote gevaren kan hebben voor uw leverfunctie. Maar u neemt het in, zodra mensen nemen het als snoep in. Zelf antibiotica die ze gewoon kopen in de supermarkt. Ja, maar ze weten niet dat er ook bijwerkingen zijn. Dat je ook een nierfunctiestoornis kan krijgen, et cetera. Dat zijn ook allemaal medicamenten die ontwikkeld zijn door diezelfde fabrikanten die nu die vaccins maken. Ik geef een heel simpel voorbeeld, een anekdote eigenlijk hoor. Pfizer vaccin dan, maar de company is Pfizer. Pfizer is de maker van het meest verkochte middel in de wereld. En dat is Viagra. En Pfizer is een mega multi-company geworden. Multi-million dollar company. Maar die is de ontwerper van Viagra. Het is makkelijk en grappig gezegd, maar heel veel mannen en in de hele wereld gebruiken Viagra voor andere doelen. Maar het is diezelfde company die is nu overgegaan en is niet alleen daarmee bezig, met heel veel dingen. Dus, ik kan anekdotisch zeggen, ja, het heeft heel veel mensen gered van problemen. Dus waarom zou je nu niet willen overwegen om ook het vaccin van Pfizer te nemen om COVID-19 te beschermen? Toch? Dus iemand heeft me nog gezegd van, hebben ze in het vaccin misschien een beetje Viagra, dan wil ik het wel nemen. Maar dat zijn grappen, maar het gaat erom dat wij met z'n allen op een heel eerlijke wijze moeten kijken naar het COVID-vaccin. En ik kan nu niet zeggen als het Pfizer wordt of Moderna of Oxford of Sinovac, er zijn zoveel. Er zijn in de hele wereld nog
80 of 100 plus bedrijven bezig. Maar de drie eerste die zijn al bekend. Dat is Pfizer, Moderna en Oxford. En we kijken uit naar wat de PAHO als eerste goed begint te keuren. En hoe ver, hoe snel wij kunnen Amerika kunnen komen voor het vaccin. Ook crisismanager Maartelise Eersel van het Outbreak Management Team neemt op haar manier ongefundeerde angst voor een coronavaccin weg. We zullen straks horen van familie en vrienden overzee, die het vaccin bijvoorbeeld in Nederland hebben genomen, hoe het is gegaan. In een eerder interview met het COVID-19-journaal had onze crisismanager reeds gezegd dat voor de COVID-19-inentingscampagne de planning vergevorderd is. Er komt wel een oplossing in de vorm van een vaccin dit jaar. En ik had al gezegd in januari, hopelijk eind januari, begin februari. In Nederland zijn ze deze week begonnen met vaccineren. U zal zelf zien dat uw familieleden u ook gaan bellen. Amy, vaccineer jongen, alles aan boom. Dan gaan wij ook meer vertrouwen hebben hier. En zeggen, vaccin niet hier, blakkaman. Want dat soort geruchten gaan de ronde. Terwijl er wereldwijd al miljoenen mensen gevaccineerd zijn. In Amerika zijn al miljoenen mensen gevaccineerd. Amerika toch ook zwarte mensen. In Engeland ook miljoenen mensen. En in Nederland ga je zien, je eigen familiemang gaat ook gevaccineerd worden. En hier zullen wij ook beginnen, maar we hebben nog geen toegang tot het vaccin. Je weet eerst de landen die al hebben betaald, zoveel bogo-bogo vaccin al hebben gekocht. Dus het ministerie van Volksgezondheid en het BOG zullen, en de PAHO zullen informatie geven met betrekking tot vaccinatiecampagne die volgt. We zitten midden in de tweede COVID-19-golf. In het regionaal ziekenhuis Wanica leunt het aantal COVID-19-gerelateerde opnames al dichtbij de maximale capaciteit. In de isolatietent zijn 142 van de in totaal 179 bedden bezet. In het beddenhuis is om en bij hetzelfde beeld te zien. Bij deze golf neemt zorgpersoneel van de overige ziekenhuizen de verpleging van COVID-19-patiënten voor haar rekening. Het ministerie in samenwerking met de ziekenhuizen hadden al eigenlijk geanticipeerd op de cijfers. We hadden dus ook al, of we hadden de mensen ook al voorgehouden dat de cijfers zouden stijgen naar het oud opnieuw. En de ziekenhuizen zijn ook daarop gaan inspelen. Ik weet, recentelijk nog heeft het ministerie weer zo'n oproep gedaan voor verpleegkundigen. Het ziekenhuis, het regionaal ziekenhuis Wanica, had dat ook gedaan. En ik mag niet jokken hoor, een aantal mensen hebben zich aangemeld. Zelfs vrijwilligers hebben gesolliciteerd om dus hier te komen werken. En wij hebben dus de mensen opgeroepen. Maar natuurlijk, u snapt, de mensen komen dus ook pas in de COVID-zorg. En wij moeten ze dus trainen om eigenlijk deze zorg te kunnen geven aan de patiënten. Het RZW is vooralsnog het overgrote deel belast met isolatiezorg. Daarnaast hebben we nog een tiental aantal patiënten die we kunnen opnemen die zorg nodig hebben op de afdelingen. En we hebben dus twee isolatietenten daarvoor operationeel gesteld. En daarnaast is ook een ruimte voor de klassenkamers, voor de mensen dus die niet in de isolatietent willen en wel betere zorg kunnen betalen. We hebben de mensen aangenomen in een trainingstraject gezet. De mensen dus die pas hebben gesolliciteerd zijn in het traject van training. En wij hopen dus dat ze dus heel snel natuurlijk dat gedeelte kunnen opvangen en dus zelfstandig kunnen werken aan de zorg. Daarnaast heeft het ministerie dus ook erop ingespeeld om andere isolatiefaciliteiten te openen. Residence Inn is men dus nu ook heeft men nu ook een isolatietent opgezet. Ik weet nog niet als dat operationeel is, maar ik denk dat dat zo snel mogelijk ook in orde wordt gemaakt. De verschillende ziekenhuizen zijn ook bezig om hun faciliteiten op te krikken. Daar heb ik het over zorgpatiënten, de verschillende afdelingen van de ziekenhuizen. Die zijn ze dus nu aan het inrichten, of ze zijn voor het grootste deel al ingericht en vangen al patiënten op. Het Slaanshospitaal die is bezig met zijn intensive care. Het AZP die heeft ook al de intensive care zorg op zich genomen van het hele land. Dus we hebben dus wel daarop kunnen inspelen, omdat we dus dit hadden verwacht. Maar natuurlijk hopen wij dat het niet zo lang duurt. Dat mensen nog steeds dus verantwoordelijk omgaan en de maatregelen volgen, zodat in feite die besmetting gedempt wordt. Dus de patiëntengroep is verdeeld in twee. Hè? De mensen die opgenomen zijn voor behandeling, verzorging in het beddenhuis en de isolatietenten. De isolatietenten hebben op dit moment, als ik het
even mag spieken, 81 plus 66. Dus tent 1 heeft er 81 mensen in isolatie, tent 2 66. De totale capaciteit van die tenten is 179. Dus dat moeten we even op telsommetje maken van hoeveel plek. Dus er is wel nog plek wat isolatie betreft. We hebben unit 4 en 5 van het beddenhuis ook ingezet als isolatieplekken. Dat zijn dus voor de mensen die meer comfort willen hebben en bereid zijn iets extra bij te betalen voor die extra comfort. En die units hebben op dit moment 22 om 19 mensen in isolatie. De maximale capaciteit op één unit is 22. Dus dan begrijpt u zelf dat de ene unit al vol is en de andere unit nog 3 mensen kan opvangen voor dit moment. Er gaan later op de dag wel mensen weer ontslagen worden, dus dan komt er misschien toch wel wat plek extra vrij. In het beddenhuis, voor de mensen die dus echt ziek zijn en in het ziekenhuis behandeld moeten worden, daar zijn op dit moment ook 2 units beschikbaar, dat is unit 1 en unit 3. En daar is de capaciteit in totaal 22 plus 20 is 42. Er liggen er op dit moment 13 plus 11. Is 24 mensen. Dus daar is er nog wel wat mogelijkheid om mensen op te nemen. De COVID-patiënten zijn verspreid in alle ziekenhuizen in het land. Er is bij deze golf in groter overleg met het ministerie, met alle artsen, specialisten, samen besloten dat de zorg eigenlijk een beetje verdeeld wordt en niet alleen in het Wanica ziekenhuis, maar ook de andere ziekenhuizen in het land, omdat er dan op die manier beter invulling gegeven kon worden aan personeel en dingen die nodig zijn voor de behandeling van patiënten. Bij de vorige golf was er besloten dat er personeel vanuit de andere ziekenhuizen naar Wanica gestuurd zou worden. Dat is werkelijk gebeurd vanuit alle andere instellingen. Maar de reguliere zorg, de zorg voor de andere patiënten, niet de COVID, maar de reguliere patiënten, die moest ook weer opgepakt worden en moet door kunnen gaan. Want blijkt dat de focus op COVID-zorg lag alleen en de reguliere zorg eigenlijk een beetje verminderd was. En hebben we eigenlijk gezien toen het wat rustiger was met COVID, dat de reguliere patiënten eigenlijk zieker het ziekenhuis binnenkwamen. Dus van weet je, behalve die COVID-zorg moeten we eigenlijk ook de reguliere zorg zoveel mogelijk proberen door te laten gaan. En vandaar het besluit om in de eigen instellingen een COVID-unit te plaatsen, zodat het personeel verdeeld kon worden tussen de COVID-zorg en de reguliere zorg. Er is nog steeds personeel hier vanuit het AZP en ook vanuit de RGD-verpleegkundigen die komen meehelpen. Maar de zorg is nu eigenlijk verdeeld over alle instellingen in het land. Onze zorgcentra hebben uit voorzorg een sollicitatie doen uitgaan naar een ieder met een zorgachtergrond. Zo kan bij de voorspelde piek van de huidige golf genoeg zorgpersoneel op de been worden gebracht als het aantal besmettingen verder toeneemt. Om de isolatieperiode in een ziekenhuiskamer te overbruggen, betaalt de patiënt niet voor betere zorg, maar wel voor betere faciliteiten. En daarvoor brengt het ziekenhuis een bedrag in rekening. Dus dat stukje wil ik wel even verduidelijken. Je betaalt niet voor betere zorg, maar je betaalt voor betere faciliteiten. Kijk, in de isolatietent hebben wij dus wel ervoor gezorgd dat de patiënten zo goed mogelijk worden opgevangen. En je hebt dus wel je eigen ruimte met een veldbed, misschien een tafeltje en een stoel. Daarnaast hebben we in de tent ook nog een recreatieruimte met wat fitness equipment, met een paar screens, tv's, zodat je daar ook nog een beetje vertier hebt. Daarnaast kan je buiten de tent heb je nog buiten ook een recreatieruimte waar je hangmat kan binden, waar je kan lopen op de tent. Maar natuurlijk, in elk ziekenhuis, in elke zorginstelling heb je ook klassenligging. En wij hebben dus wel zo'n afdeling, een klasseafdeling,
waar dus patiënten op een kamer liggen. Dus je zit met nog één patiënt op een kamer, dan heb je een tv, een koelkast, je eigen dining set, dus, en een ziekenhuisbed. Dus als u, je hebt ook je eigen badtoilet heb je dan ook daar, dus als u natuurlijk in de klasse wil, dan moet u dus daarvoor wel een bijbetaling doen en dan wordt u daar opgenomen. Zoals ik al had aangegeven dat we op deze steps hadden geanticipeerd, zijn we eigenlijk, om ruw gezegd, op oorlogspad gegaan. En het ministerie, de ziekenhuizen hebben dus sollicitatieoproepen de deur uitgestuurd om te kijken dus wie in feite wil solliciteren als verpleegkundige. En hebben we dan met ieder gewerkt, of je nou ziekenverzorgende bent, je bent verpleegassistent, je bent bejaardenverzorger, noem maar op. We hebben iedereen gevraagd die te maken heeft met de zorg om te solliciteren. En die mensen worden dus nu getraind. Natuurlijk leggen we nu weer een druk op het bestaand personeel, het bestaanszorgpersoneel, om deze mensen, om deze groep te trainen. Maar om eerlijk te zijn, ik heb daarom heel veel respect en waardering voor het zorgpersoneel van Suriname en alle ziekenhuizen. Dat men zo open staat om ja, samen dit probleem op te lossen. En ieder pakt dit aan. Dan heb ik het over de verpleegkundigen, de artsen, de specialisten, de ziekenhuisdirecteuren, noem maar op, het totaalpersoneel tot het ministerie van Volksgezondheid. Dat iedereen echt gewoon alles inzet om het probleem op te lossen. En dat natuurlijk, iedereen wil kwalitatieve gezondheidszorg. En dat is het belangrijkste hè, bij alle ziekenhuizen en ook bij het ministerie. De kwaliteit van de zorg. Als je weet dat je bijvoorbeeld met nieuwe mensen gaat starten, die pas getraind worden, moet je ook verwachten dat deze mensen fouten kunnen maken in de zorg. Dus daarom is die training heel belangrijk. En dan ook het bestaanszorgpersoneel, die loopt dan ook nog mee samen met deze mensen, want je hebt een traject. Het is een heel traject en dan heb je zo'n traject moet je gaan vaststellen in het midden van een pandemie. Dus dan snap je waarmee je allemaal gaat zitten. En ik heb daarom heel veel respect en waardering voor het zorgpersoneel die nog steeds open staat, dwars door alles, toch? Om de mensen op te leiden, om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Dat is heel belangrijk. Als een familielid van je hier komt, of wie dan ook hier komt, wil je dat die persoon kwalitatieve zorg krijgt. En dat is het allerbelangrijkste waarmee alle ziekenhuizen, niet alleen het RZW, mee zit. Dat de kwaliteit van de zorg niet achteruit mag gaan. Daarom had ik het ook vanaf het elke keer heb ik het aangekaart. Wanneer een patiënt wordt opgenomen in het RZW, is de patiënt gegarandeerd van kwalitatieve zorg. Als dat niet het geval is, gaan we de patiënt ook niet opnemen. In het regionaal ziekenhuis Wanica nemen we dus twee typen patiënten op. Eén, de patiënten die voor de isolatiezorg zijn. Dat zijn de patiënten met de heel milde klachten, heel weinig klachten. En je hebt patiënten in de type 2, dat is de patiënten die echt de zorg nodig hebben, die zuurstof nodig hebben, die close monitoring nodig hebben en medicatie. En dat zijn de twee type patiënten die we dus hier opnemen. En wat wij dus merken, kijk, de isolatiezorg, daar is natuurlijk de zorg is een beetje minder daar. Ook de druk daar op de verpleging en de artsen en de specialisten is een beetje lager dan natuurlijk op de verpleegafdelingen. Maar vanwege dus de hoeveelheid van de patiënten die steeds binnenkomen elke dag, dan heb je dus wel heel veel werk. Want ook van die patiënten wordt dus constant ook de temperatuur gemeten, de saturatie, de bloeddruk, noem maar op. De vitale functies worden ook elke keer gemeten. En het hoeft dan niet zo te zijn, want ik hoor soms ook dat patiënten aangeven die isolatiezorg in de isolatiezorg zijn, dat ze bijvoorbeeld de arts de eerste 2 dagen niet hebben gezien of gesproken. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. De arts krijgt altijd alle gegevens van de patiënten, toch, op zijn computer of op zijn dagstaat. En dan kan hij dus aangeven aan de hand van de vitale functies dat er bijvoorbeeld deze patiënt dan nog niet in de gevarenzone zit en noem maar op. Snap je? Want het is natuurlijk ook heel zwaar, het mag niet. We hebben ook een tekort aan artsen. Dat de arts per dag 200 mensen moet gaan screenen. Snap je? Dus hij krijgt zijn rapportages van de verpleging en er wordt natuurlijk, zodra er afwijking is, gaat het gelijk door naar de specialist. En de specialist zegt van nee, wacht, deze persoon die kan heel snel gaan veranderen en die moet dan naar de afdeling of naar de ICU, noem maar op. Dus door de grote toename van patiënten wordt de druk daar ook veel zwaarder. Maar dat is dus voor de isolatietenten. Maar voor de verpleegafdelingen, daar als een patiënt binnenkomt, is die direct onder behandeling van de specialist. Die patiënten zien wel elke dag de arts of de specialist. Daar moet de ronde wel komen. Maar in de isolatie hoeft dat niet het geval te zijn.
En deze extra uitgaven, dus betalen voor betere faciliteiten, kan voorkomen worden. Ook kunnen wij als totale samenleving onze frontliners en ordediensten een hoop extra werk besparen. Simpelweg door ons stipt te houden aan de COVID-19-regels. Want weet u, not every disability is visible. En daarmee bedoel ik te zeggen dat op niemands voorhoofd staat geschreven wie besmet is met het coronavirus en wie niet. Dus houd afstand. Doe een mond- en neuskap op en was regelmatig uw handen met stromend water en zeep. En tot slot, wees gehoorzaam. Blijf zoveel als mogelijk thuis, alstublieft. En let goed op uzelf.